bubbly, bubbly. High five. All right, babe. Het is gelukt. Toppie. Yo. Bubbly, bubbly. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik leren Pokémon. En wie heb ik vandaag bij me? Hallo. Senja. Met die ga ik dus vandaag Pokémon spelen. Joehoe. En omdat ik met die Pokémon ga spelen, is het dus wel belangrijk dat ze het kunnen. En daarom zijn we er ook. Ja. Ja. Dus gaan we nu op weg naar de Pokémon winkel. Ja. En dan gaan we zien of het daar druk is eigenlijk. Ja, ik denk niet dat het zo druk is. Ik weet het niet. Maar het is woensdagmiddag. Wel, ja, het is woensdagmiddag. En de trein staat wel vol een beetje. Dus we hebben geen idee. Maar ik hoop, we komen tenminste voor het spelen. Dus ik hoop niet dat ze alleen gaan uitleggen. Even aan de kant lopen. Want er komt een auto aan. Oké, okay, kom, dan gaan we die kant op. Ja, ook die kant. Steek maar even over. Maar dus hij komt erop. Wat doen we dan? Wat ben je aan het doen? Pokémon spelen. Ik zie het. Helemaal voor zijn echie. Ja. Je mevrouw is even weggegaan. En met je eigen kaarten zie je. Ja. Want we zitten nu bij Spellenmeer in Zoetermeer, hè? Ja. En gaat het goed komen? Ja. Ben je aan het winnen? Nee. Nee. Maar dat komt wel goed, hè? Ja. Wat heb je allemaal liggen? Veel. De ballen? Wauw. Nou, later. Hoe gaat het eigenlijk? Goed. Wat ben je aan het doen? Oké, wink je al een beetje? Nou, nee. Maar ik heb hier wel iemand anders, Jim. Oké. Okay. Dus je bent nu met kaarten van iemand anders aan het spelen? Oké, okay, gaat dat goed? Kan je het een beetje volgen? Zometeen ga ik ze met, die, met haar. Ja? Ga ik dan met mijn andere, met mijn eigen spelen. Oké. Okay. We moeten ook op tijd thuis, anders wordt mama boos vanwege het eten. Oh ja, oh, ja. We moeten ook er eten. Papa en mama zijn allebei onderweg naar huis, maar we hebben nog wel even voor. Ja. Ja? Hoe krijg je dat? Oeh, wat doe je nou? Kijk of dat in mijn hand had. Maar gelukkig zit er een hoesje omheen. Ja, gelukkig wel. Maar hoe kan ik dan met deze kaart zo'n energy erop? Dat is in jouw beurt. Kan je dat doen? Dus wanneer ik dat wil? Ja, maar wel in jouw beurt. Dus ik ben nu aan de beurt. Oké. Okay. En dan mag ik weer. Oké. Okay. Maar nu doe ik... Hoe kijk je daar mijn GX aanval. Ja. En die zegt dat ik mijn schade mag overdoen naar jou toe. Dus ik mag zelf kiezen naar wie. Dan heb ik mijn aanval gebruikt en ik doe deze schade naar... Waar is die van mij? Oh, dan gebruik jij ook deze. Zo. Naar die. Ik heb er ook eentje voor. Ja, maar we gaan zo naar huis, schat. Oh, daar ben ik. En dan ben je af. En dan mag je er eentje kiezen die je neerlegt. Pikachu! Ja? Nou ja, Pikachu. En dan ben jij. Maar wat doe je als eerste? Oh ja. Je bent toch niet eten gaan halen, toch? Om wat te zeggen. Jullie kwamen, Marijn had de... Ja, maar wij kunnen niet komen als jij niks zegt. Oh ja. Je hebt gelijk. Die heb ik niet hebben. Aan de We gaan over 5 minuten gaan we stoppen, Bobby. Nou. Ja, sorry. Jammer. Maar we komen echt nog wel een keer terug. Is dat goed? Misschien van de andere kant niet op, maar ze moeten ook wat dingen regelen. Lieve schat, wat heb jij nou? Gaat niet zo snel. Ik moet je helaas onderbreken, we gaan lekker naar huis. Toch Marijn? Oh, dat is het gelijke met, spel. Met hoeveel zijn je? Kijk, het is... Gelijk spel. 2-2. Maar als zij mij had doodgemaakt, had zij gewonnen, want ik heb hier niks meer liggen. Oh, dus eigenlijk moet ik nog heel even wachten. Ja! Nou, ik ben benieuwd hoor, wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Maar hoe ga je dat doen? Ja, ik weet het ook niet. Zullen we nog een energie aandoen? Pak toch niks. Kan toch niks. Ik heb geen energie. Ja, hoe kan je niet daar vanaf naar de top van mijn dek te kijken? Misschien ligt daar wel een energiekaart. Don't do each other. Dit kilt dat toch? Want dit
Maar is het goede? Ja, is, de, nee. Is het de goede? Nee. Welke is het dan? Want anders had je hem bedood kunnen maken. Ja, nu past het niet. Heb je geen... Laat eens kijken wat voor kaart heb je nog meer. Ja? Marijn heeft de power Marijn, hoe zou jij je zeggen als je een goede game tegen iemand zet en jij verliest? Nee. Jij staat wel voor dan, vind ik. Je hebt iets meer gewonnen dan ik. Je hebt de hekel schijnbaar als je GG tegen haar hebt. Toch, Jantine? Ik vond het wel superleuk. Ik ook. Ik ja. Nog een keer. Ja, maar dat gaan we vandaag niet meer doen. Oké, ik ben weer terug van Pokémon. We waren iets te druk dat we vergeten zijn om te filmen. Ik heb één potje gewonnen, joehoe! Een andere potje niet, helaas. Ja, maar je moest het ook nog leren, hè? Ja, maar het tweede potje ging echt goed, behalve met de Engelse kaarten. Daar was het nog wel even moeilijk, met de energies. Nee, trainers. Daar was het nog wel even moeilijk. Maar ik weet, ze hebben eentje, dat is een jongen, die is niet echt zo... Ja, moeilijk. Nou ja, nee. Oké. Okay. Die niet zo dun is. Oké. Okay. En die kaart zegt dan, ik kan het lezen. Namelijk, ik kan niet alles lezen, maar ik kan wel sommige dingen. Pak 3 kaarten. Dus okay. Archipot. Oh, je bedoelt dat plaatje van een dikke jongen. Dat bedoel je? Ja. Oké. Okay. Maar volgens mij ging het allemaal hartstikke goed, toch? Ja, het ging echt super. Ik ben echt blij. Ik ben blij dat jij blij bent. Maar ja, we hebben dus niet alles gefilmd wat ik deed. Maar daar hadden we geen tijd voor, dus oké. Okay. Maar we rijden dus nu op weg naar huis. En het weer is niet zo fijn, want het heeft namelijk geregend. Maar nu niet meer. Maar het is nu weer bijna aan het regenen. Want het was aan het niezeren, namelijk net. Koud. Ik heb het koud. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nou. Nu gaan we weer onderweg naar huis toe. Misschien omdat ik graag het gat in mijn broek heb. Oh ja. Ja. Konden wij geen nieuwe kleren kopen. We hebben alleen maar broeken met gaten. Kijk, ik heb hier namelijk gaten in mijn broeken. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat heb ik niet gedaan. Dat heeft de winkel zelf gedaan. Zijn namelijk van die open broeken. Ik weet niet of je ze kent, maar ik denk wel dat je ze kent. Want het zijn geen gekke broeken. Met gaten. Ja, dat is, die zie je eigenlijk wel overal. Een beetje. En die heb ik dus aan. En met Pokémon vond ik het echt super goed gaan eigenlijk. Echt waar. Ik was echt tevreden. Nou, je hebt ook heel goed opgelet. Ja. Volgens mij kan jij het al heel goed nu. Ja. Oké, okay, nou voor deze keer is het dan... voorbij het filmpje, maar misschien gaan we zo meteen nog iets ook met Pokémon een doos doen. Ik weet het niet. Maar dat weten we ook niet zeker, dus die kan je misschien vergeten. Oké, nou. Doei doei, dit was deze video dat ik bij de Pokémon was. Doei doei!